Een emmer en een luik. Camera's en muren die... Hallo? Ziet iemand mij? Hallo? Hallo? Er kijken mensen, of niet? Zien jullie mij? Oké, jongens, ik denk dat jullie mij zien. Hallo? Ik weet het niet zeker. Waar ben ik? Een emmer. Een dekentje. Een luik. Kijken de mensen. Jongens, zien jullie mij? Horen jullie mij? Horen jullie mij? Wat is dit? Oké, nou volgens mij kijken jullie naar mij en zien jullie mij hier staan. Hallo? Ik weet het niet zeker, maar... Waar ben ik in beland? Hallo? Hoort iemand mij? Alleen jullie horen mij, hè? Wat zit er ook in het luik? Wat is dit? Wat heb ik aan een dekentje, een emmer en een luik? Camera's en muren die... Hallo? Ziet iemand mij? Hallo? Hallo? Er kijken mensen, of niet? Zien jullie mij? Oké, jongens, ik denk dat jullie mij zien. Hallo? Ik weet het niet zeker. Waar ben ik? Een emmer. Een dekentje. Een luik. Kijken de mensen. Jongens, zien jullie mij? Horen jullie mij? Horen jullie mij? Wat is dit? Oké, nou volgens mij kijken jullie naar mij en zien jullie mij hier staan. Hallo? Ik weet het niet zeker, maar... Waar ben ik in beland? Hallo? Ziet iemand mij? Hallo? Hallo? Er kijken mensen, of niet? Zien jullie mij? Oké, jongens, ik denk dat jullie mij zien. Hallo? Ik weet het niet zeker. Waar ben ik? Een emmer. Wat? Er gebeuren zoveel rare dingen. Zo, Gio. Jij zit hier maar een beetje tussen die muren. En ik heb eigenlijk wel zin in een spelletje. Eens kijken of je echt zo populair bent als je denkt. Je kan 15 seconden toegang verdienen tot het internet. Maar we moeten 100 verschillende kijkers binnen 1 minuut een konijn-emoji reageren. En die tijd gaat nu in. Wat is die stem? Jongens, oké, ik heb geen idee waar die stem vandaan komt, maar voor de mensen die kijken. Ik kan toegang tot het internet krijgen, blijkbaar. Zoek de konijn-emoji en
reageer die. Die staat onder dieren, denk ik. Zoek de konijn-emoji, jongens. Oké, help mij om iets hier te weten te komen wat ik hier doe. Waarom ben ik hier beland? Wat is dit? Reageer de konijn-emoji, jongens. De konijn-emoji. Makkelijk te vinden, staat bij dieren. Reageer die in de comments, alsjeblieft. Wat doe ik hier? Ik kan hier ook niet uit. Ik bedoel, leuk dat ik hier beland ben, maar waar moet ik heen? Reageer de konijn-emoji, jongens. Wat? Reageer de konijn-emoji, jongens. Alsjeblieft. Reageer. Zoek hem. Hij staat bij dieren. Hij staat bij dieren. Goed bezig. Goed bezig, jongens. Goed bezig. Netjes. Oké, jongens. Goed gedaan. Top. Wat nu dan? Wat nu dan? Een telefoon! Top, top, jongens. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Oké. Oké. Ik heb maar even de tijd. Jongens, kom naar deze livestream. Ik weet niet wat dit is. Ik zit hier ergens in een of andere gekke opgesloten ruimte. Het lijkt ook wel alsof de muren op me afkomen. Ik weet echt niet wat ik hier doe of een of andere YouTuber me aan het pranken is, maar kom naar deze live. Alsof dit gaat helpen. Oké, de story is gepost. Wat nu? Jongens, die muren lijken echt op me af te komen. Heb jij je fans opgeroepen om te kijken? Dat is een domme fout. Want je zit in gered of geplet. Dus hoe meer kijkers, hoe sneller de muren bewegen en hoe eerder je geplet wordt. Dit was echt leuk. Ik ga nadenken over de volgende challenge. Wat moet ik dan? Ik ben zo terug. Oké. Oké, jongens, alsjeblieft, ga weg. Ga weg. Ga niet deze livestream kijken, alsjeblieft. Ga allemaal weg. Jullie moeten hier weg. Anders is er een wereld zonder Gio. Jongens, alsjeblieft, ga weg. Niet kijken. Ik wil niet... Hè? Word ik dan serieus geplet hier? Dat kan toch niet? Ze komen echt op me af. Jongens, ga weg. Allemaal, alsjeblieft. Jongens, ga weg. Gio, daar was ik weer. Tijd voor de volgende challenge. Maar we gaan hem iets moeilijker maken. Even een vraagje. Hoe erg rammelt je maag? Ja. Wat denk je zelf? Ik heb niks gegeten. Wat denk je zelf? Niet zo hangy doen, hè? Misschien dat je zogenaamde fans je wel wat eten gunnen. Maar dan alleen de fans die Sam en Sophie heten. Als er 20 Sams en Sophie's een pizzapunt in de comments stoppen binnen 1 minuut, krijg jij... Kun je het raden? Oké, jongens, de tijd loopt. Oké, help. Help. Ken jij een Sam of Sophie? Haal alle Sam en Sophie's hier naartoe. Deel deze link via WhatsApp. Deel hem via Insta. Deel hem via Facebook. Deel hem via overal. Laat ze allemaal hier komen. En zeg dat ze een pizza-punt emoji hier in de reacties moeten achterlaten. Alsjeblieft. Alsjeblieft, jongens. Ik heb echt hele erge honger. Zeg dat ze hier naartoe moeten komen. En daarna, als ze dat gedaan hebben, moeten ze gelijk weer weg. Gelijk weer weg. Alle Sam en Sophie's. Sam en Sophie, jongens. Laat ze hierheen komen. Alsjeblieft, help mij. Dit is het enige wat ik van jullie vraag. Daarna gelijk weer weggaan. De muren komen ook gewoon echt. Jongens, Sam en Sophie. Laten allemaal hierheen komen. Sam en Sophie, alsjeblieft. Alsjeblieft. En reageer een pizza-punt emoji in de comments. Ik moet er 20 hebben! 20! Niet! Niks! Jongens, hoe moeilijk is het?
Weet je wat ik hier krijg? Ik krijg hier amper iets te eten. Waarschijnlijk krijg ik allemaal vieze troep hier gewoon. In plaats van een pizza. Ik wilde gewoon een pizza. Wat is dit? Er is één ding wat ik van jullie vraag. Ik zit hier tussen allerlei muren. Help me nou. Hallo, hallo. Daar was ik weer, Gio. Heb je mij gemist? Ik heb een allerlaatste challenge voor je. Eens kijken hoe de Google skills van je zogeheten fans... Tuurlijk heb ik je niet gemist. Wat denk je nou zelf? Ik wil hier uit. Wat doe ik hier? Waarom zit ik hierin? Mam! Mama! Leuk dat jij je moeder even noemt, Gio. Als de kijkers binnen 30 seconden kunnen opzoeken wanneer jouw moeder jarig is en het antwoord typen in de comments, mag jij met je moeder bellen. Oké, wanneer was mijn moeder? Wat? Oei, hoe kan ik dit niet weten? Jongens, wanneer is mijn moeder jarig? Haar volledige naam is Louise Latoy. Zoek het op het internet, ergens, waar dan ook. Wanneer is mijn moeder jarig? Hoe kan ik het niet weten? Wat? Waarom laat mijn brein me precies op dit moment in de steek? Wanneer is mijn moeder jarig? Jongens, alsjeblieft, nogmaals, zoek het op, ergens. Ik sla helemaal dicht. Is het niet in de herfst of in de... Mama, als je dit ziet op een of andere manier, of als iemand dit doorziet naar mijn moeder... Sorry dat ik dit niet weet nu. Even denken. Inderdaad, Robin. Het was 4 oktober 1968. Mam! Met Louise Latoy. Mam! Huh? Gio? Mama, je hoort... Mama, kun je alsjeblieft mijn vissen eten geven? En mijn katten eten? Maar waarom doe je dat niet zelf? Gezellig worden, hè, met je moeder. Het is nu alweer even geweest met de challenges. De views zijn omhoog geschoten, dus de muren zijn een stuk opgeschoven. Mijn plannetje werkt. Misschien dat we het de volgende week weer gaan doen. Dag, kijk.